Ik ben Miss Jaleeza Weibolt, Miss Tropical Beauty Suriname 2013. Dit is een kleine update om jullie een beetje te vertellen hoe alles aan toe is gegaan en wat me te wachten staat. Ik ben nu op Sanderij, ready to go. En ik ga dan aankomen in Nederland en dan zal ik doorreizen naar Wit-Rusland. Om ons mooie land te vertegenwoordigen. Ik wil jullie vertellen dat het een hele leuke en drukke periode is geweest. Ik heb een heleboel gedaan. Ik heb heel veel mensen ontmoet. Ik heb heel veel ondersteuning gehad. En dit is ook bedoeld om jullie te bedanken. Ik wil ten eerste wil ik God bedanken voor zijn zegeningen. Voor de schoonheid die ik mag presenteren aan jullie. En daarnaast wil ik nog even al de mensen bedanken die zoveel voor mij hebben gedaan. De winkels en personen die echt on short notice nog wat hebben gesponsord zijn Senso en Dresscode. Daarnaast nog Thies Cosmetics, meneer Thies, bedankt. Onze vlag voor de schoenen. De keurslager heeft alsnog echt gisteren nog financiële bijdrage gegeven. Dus dat is ook heel erg bedankt. Bedankt Stokely. For You Gift Shop in de mall heeft allemaal mooie sieraden gesponsord. Dank u wel mevrouw Leesner. Maria Morena, Libanon Store voor mijn mooi national costume. En Salon Beauty Affairs. Daarom ziet mijn haar er nog zo mooi uit. Zij heeft mijn haar gesponsord. En Misaya's voor al hun prachtige jurken, exclusieve kleding vooral. En daarnaast nog de officiële sponsor van het contest, Mob Agencies. En ik heb geweldige keune producten. En daarnaast nog, even kijken hoor, dat is een hele lijst. Ja, de sponsors, ben ik nog sponsors vergeten? Officiële sponsor, ik laat even mijn hulp doen. Meegens, ik vergeet Rudisa. Mijn ticket is gesponsord door Rudisa. Dat kan ik niet vergeten. Bedankt Rudisa. En dan nog mijn oom Glenn en tante Renate. Tante Diana. En tante Nilda, tante Cynthia. En al mijn nichten, ze hebben me zo geholpen. Zo ondersteund. Financieel ook nog met likes en shares van alles. Ik bedank jullie. Mevrouw Udenia, die me ook nog kwam sponsoren, en Janice en Abby. Tante Carmen, Tashana, Kerida heeft me zo'n bemoediging gegeven vandaag. Bedankt, ik ben echt blij dat jullie aandacht tonen. Roma Shell, Raquel en Jada, Jovanka, Gabi Herkul, Remco Sint Maartensdijk, want hij heeft me één jurk gedesigned en mijn national costume heeft hij gemaakt. Mevrouw Gambier. Natuurlijk, juffrouw Venetiaan en meneer Plak, voor jullie begrip. Want echt, ze hebben me begrepen wat er allemaal gebeurt. Ik moet allemaal aan toe is gaan en hoe ik snel dingen moest proberen te regelen. Ze hebben alles voor me geregeld wat betreft presentaties of werkstukken. Echt bedankt. Jurgen Joval voor mijn mooie hoofdtooi. Tante Heliante. Lucretia Nede voor mijn kawaii's. Dat is een deel van mijn national costume. Daarnaast nog de klasgenoten. Serilda, Nyota, Chloe en Arlene. Zij hebben me geholpen. Doordat ik wegga, moest ik eerder presentaties doen. Maar de groepspresentaties heb ik dan natuurlijk mensen nodig. Dus ik moest ze snel vragen om ook hun presentaties eerder te doen. En ze waren bereid. En Serilda heeft me geholpen met ondersteuning, me steeds bemoedigen en zo. En natuurlijk Jennifer, Mel en Safira. Natuurlijk heb ik speciale mensen in mijn leven. Dus ik bedank ook mijn moeder, mijn vader, mijn zusjes. En natuurlijk mijn vriend Harvey. Ik wil jullie allemaal bedanken. Ik ga er zijn. Nee, het contest is op 6 september. En dan ben ik daar om de organisatie Tropical Beauty Suriname, mezelf en het land Suriname te vertegenwoordigen. Ik hoop dat jullie het volgen. Mijn page is Miss Supranational Suriname. En jullie mogen liken als jullie dat willen. Zou ik heel erg op prijs stellen. En volg de foto's, de video's. Ik ga heel veel updaten. Dus keep following me. En voor de rest wil ik nog zeggen. Love, health and smile. Miss Jaleeza. But I'm gonna try. Would you let me see beneath your beautiful? Would you let me see beneath your perfect? Take it off now, girl. Take it off now, girl. I wanna see inside. Would you let me see beneath your beautiful tonight?